Het dateseizoen is begonnen, toch? Ja, niemand wil alleen zijn met kerst. Plus, vitamine D, super duur. Wat je nodig hebt als je single het nieuwe jaar ingaat. Maar daten is spannend, man. Hoe is de stem van iemand? Weet je niet. Ik denk toch voor mij persoonlijk... Is iemand wel echt 1,80 meter? Of ronden ze gewoon 1,75 meter af naar boven? Ben je te overdressed? Of ben je te basic? Ben je überhaupt wel uniek genoeg? Dat laatste is nog maar de vraag bij first dates. Want er is namelijk een drieling. Wat was dit voor gare intro? Dit was een gare intro, holy shit! Er is wel een heel bijzondere dateopkomst in het restaurant. Hallo, ik ben Edward, ik ben 21 jaar. Nou, ik ben Manon, ik ben ook 21 jaar. Ja, ik ben Jos, ik ben ook 21 jaar. Samen zijn we een drieling. Wat is dit, de driller? Nou, nu sloeg mijn intro al helemaal nergens. Ze zijn helemaal niet een-eier. Ze lijken helemaal niet eens een beetje. Dit zijn gewoon drie random klasgenoten van HAVO 5. Dit lijkt gewoon op het kantoorpersoneel van een start-up. De middelste heeft ook een yin-yang tattoo. Dan denk je, hè, maar dan voelt één zich toch heel erg buitengesloten. Want yin-yang, nee, ze heeft er twee. Ons moeder heeft ons eigenlijk opgegeven, ik denk dat ze het leuker zou vinden als ze met de kerst... Met meer mannen aan tafel zitten. Zie je? Niemand wil alleen zijn met kerst. Zelfs die moeder wil niet dat haar kinderen alleen zijn met kerst. Alhoewel, moet ze wel meer cadeaus kopen nu. Drie, hè? Je hebt gelijk drie schoonkinderen erbij. Fuck, gelijk failliet, ouwe. En dan heb je ook nog Sinterklaas. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Het is de deurwaarder. Wat is dat voor grap? Ja. Alle drie single. Ja, alle drie single. Heel treurig eigenlijk. Wat is er gebeurd, joh? Het lijkt alsof hij heel klein is. Het lijkt alsof hij op die kruk staat. Broertje van Wesley Snijder dit. Wacht, ik ga hem benen geven, fuck it. We hebben kort regelmatig op Facebook getagd en foto's dat je zus lelijk is of zo. Ja, dingen als de eerste pannenkoek die mislukt altijd, maar dat is wel echt wat. Ja, maar inderdaad. Dit is echt heel kut. Die gasten zijn denk ik gewoon een-eier. En dat zaad en het ei dachten van, nou, we geven hun allebei gewoon dezelfde genen. Maar eentje ervan, die geven we ook slechte ogen. Fuck it. Jij hebt misschien wel eens iemand meegenomen naar de familie? Ja, jawel. Gaat hij dan door de keuring bij jullie? Nou ja, wij gaan daar geen orde over verder. Ja, nee. Het is zo, als mijn zus gelukkig is, dan is dat prima. En dan maakt het niet uit met wie dat is. Nou, broertjes, ik ga je voorstellen aan mijn nieuwe vriend. Adolf. Dit is Adolf Hitler. Dat heeft Eva Braun wel eens moeten doen, hè. Besef dat. Serieus? Adolf fucking Hitler. We zijn vooral benieuwd naar wat er zo meteen binnenkomt van. Dat snap ik. En we schrikken van ons met z'n drieën. Ja, wij zitten hier met z'n drieën. Dat is wel een beetje... Ja, ik denk dat iemand eerst wel even kan kijken van... Kwartetje. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd met wie ze op date gaan. Misschien een andere drieling. Manon begint. Manon krijgt in ieder geval een blonde date. Zijn naam is Koen en hij houdt van een feestje en een dansje. Dat zoek ik ook wel een beetje in een dame. Dat ze gewoon lekker muzikaal is. Ze hoeft niet een eigen instrument te bespelen. Maar... Maar muzikaal als in... Ze heeft een Spotify abonnement, sowieso. Goed, dit is dus Koen. Muziek, houdt hij van. Koen, ja, dat is eigenlijk wel het enige wat we weten. Hi. Hi. We mogen dit niet meer doen. Nee, maar... Hoor, het is niet leuk. Wacht, de pink. Ja. Het is wel heel warm. Ik wilde me eigenlijk net weer aankleden, maar het is zo... Dit is toch hartstikke netjes. Ja, okay. Ik vind dat je er mooi uitziet, hoor. Ik vind het horloge ook geweldig. Dankjewel. Dat ging goed, mensen. Hij zei leuk gedag, hij was spontaan. Hij stelde zich voor, hij vroeg haar naam, gaf een compliment. En raakte haar pink aan. Als een soort E.T. Cool. Als deze binnenkomt, hè, zien jullie dan meteen, denk je voor wie het is? Nee, dat denk ik niet. En is Tina dan misschien jouw type, Edward? Ik ben een danser en een chanser. Ik vind het leuk om uit te gaan en als je dan... een goede klik met iemand hebt, dan ga je lekker met die persoon dansen. En zo niet, dan niet. Nou, ze had ook met Koen op date gekund. Zij, Koen, dansen naast elkaar. Topavond. Oh shit, er zitten twee jongens. Nu moet ik gaan kiezen of zo. Of ik weet het niet. Het was zo raar. Want het zijn broers ook nog. Oh echt? Ja. Oh, maar dat zou je niet zeggen. Dat zou je niet zeggen, nee. Ik heb maar afgeschoren, expres. Voor duidelijk maken. En Edward, ja. ga je mee? Zeker. Ja. Nou, veel plezier, geniet ervan. Dankjewel. Nou, leuk. Edward. Edward zei net zelf dat hij dacht dat zijn zus een alternatief iemand zou krijgen. Wat zou nou bij jouw zus passen? Een alternatief type heb ik altijd gezegd. Dus. Ja. En nu krijgt hij gewoon helemaal zo eentje voor zichzelf. Vet. Maar is het iemand waar hij naar zoekt? Laten we even kijken.
Oké, dus hij moet niet te veel vragen hoeven te stellen. Moet goed komen. Er zijn niet te veel eisen. Sterker nog, het enige, hij hoeft alleen maar iets niet te doen dan. Ik zeg succes, Edward. Jij kan dit. Kijk naar je zus. Geef een complimentje. Zeg leuk gedag. Raak de vinger aan. Dankjewel. Hoe heet je? Ik ben Tina. Hey, ik ben Edward. Oké, leuk. Tina is op date met Edward. Tina Edward. Tina Awards. Nou, de Tina Awards, wat vinden jullie van elkaar? Zag er goed uit. Mooie make-up op gedaan. Gewoon goed verzorgd eigenlijk. Lekker bezig, Edward. Je ziet gewoon helemaal dat ze goed voor zichzelf heeft gezorgd voor jou. Ze heeft een make-up gedaan. Heeft ze make-up op? Ja, ze heeft lipstift op. Maar verder, geen idee. Weet je, boeien ook. Zolang je maar niet superveel vragen hoeft te stellen. Toch, Edward? Want dat haat je. Vind je spannend? Ja, best wel. Jij? Ja, ik ook wel. Ja, snap ik. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben kok en jij? Ik werk fulltime bij een fastfoodrestaurant. Leuk. Ja. En dan hobby's? Ja, ik vind het gewoon heel chill om met vrienden de deur uit te gaan. Fuck. Ai, dit is geen mening meer goed. Ze hebben nog niet eens naar het menu gekeken en hij is al door al zijn vragen heen. Je merkt ook heel erg dat hij zich heel erg heeft voorbereid. Dat hij al die vragen in zijn hoofd heeft gestampt. Waardoor je echt interesse in iemand volledig verliest. Oké, ik heb even doorgekeken en ik had gelijk. Hij is echt door al zijn vragen heen. Het wordt op een gegeven moment zo. We zullen vast wel wat vinden waar we het, het over kunnen hebben. Mijn cringe-spier. Oh, wat kan daten dan verschrikkelijk zijn. Maar goed, ik moet wel zeggen, hij bleef het proberen en hij kwam toch nog op een paar nieuwe dingetjes. Ik maak deep house. Oh, echt? Ja. Leuk. Denk ik. Ja, dat is echt leuk, ja. Wat voor muziek hou jij? Een beetje van de rock, punk en dance vind ik wel. Daar ben ik echt niet van. Nee? Nee. En ben je meer een strandmens of een zwembadmens? Ik ben meer van het strand. Lekker uitwaaien en... Nee, ik niet. Edward, als je nou heel even voor jezelf houdt wat je allemaal niet leuk vindt. Gewoon om het gezellig te houden. Dat is de eerste date. Weet je, op een gegeven moment zit je in een relatie en dan... En dan ga je elkaar vertellen wat je niet leuk vindt. En dan kom je erachter dat je helemaal niet bij elkaar past. Maar ja, er zit nu al te veel tijd in. Dus blijf je doorgaan met proberen totdat je elkaar zielsongelukkig maakt. En tot slot is daar de date voor Jos. Zij luistert naar de naam Carmen. Ik hou heel erg van muziek. Ik hou erg van dansen en zingen, muziek maken, eigenlijk alles. Ah, ze klinkt cute. Ze klinkt super lief. En ze maakt muziek. Waarom heeft iedereen wat met muziek? We voelen een hele heftige kerst. Kerst vol banjo, deep house en pop. Nice. En Koen een beetje dansen. Je hebt er heel veel zin in, hè? Ja, zeker. Ja. Goedenavond. Mag even hier plaatsnemen? Yes. Hoi, ik ben Carmen. Ik ben Jos. Alles goed? Ja hoor, zeker. Met jou ook? Ja, zeker. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Etten-Leur. Ligt naast Breda. Ik weet niet of het wel jou wat zegt. Nee, niet echt. Ja? Maar ik kom uit Den Haag. Ik zag er op het eerste gezicht lekker leuk verzorgd uit. Hij nam zijn woorden terug, hoorde je dat? Het eerste gezicht vind ik er lekker. Het eerste gezicht lekker leuk verzorgd uit. Ja, ze kwam binnen en ik zag haar daar staan en ik dacht direct eigenlijk al van zo, die is geil. Ik bedoel, ik zag haar staan en ik dacht zo, die is tering sexy. Wat? Mijn broer en zus zitten nu ook in het restaurant. Oh, er zijn met z'n drieën tegelijk hierheen gekomen. Okay. Dat is toch opgegaan. Ze zijn net als die volle bak druk aan de bar. Ja, doe maar een cosmopolitan. Oh, ze vonden het niet interessant. Oh, je bent een drieling? Doe maar één Sex on the Beach alsjeblieft. Oh, je hebt ook terminaal kanker. Oh. Weet je, doe er maar een tequila shot bij. Hé, maar eerlijk, die Jos die ging niet slecht. Die ging hartstikke goed. Hij had leuke gesprekken, sociaal, doet zijn best. Ja, ik hou dus heel veel van drum en bass. Dope. Ja, dus ik weet niet. Ik weet niet of je daar een beetje into bent. Ben je wel eens naar Liquidity en zo geweest? Oh, Liquidity. Fucking chill festival, ja. Ja, muziek top. Dus ik denk dat we daarin ook gewoon echt... Hé, hey, hij is evenementorganisator. Over evenementen gesproken. Hoe gaat het nu eigenlijk met de Tina Awards? Die al vaker deed trouwens. Nee, echt totaal niet. Het is een beetje nieuw voor mij allemaal. Ja. En jij? Zo nieuw en dan. Maar meestal na één date loopt het dan stuk. Dan is het wel gezellig, maar daarna neemt ze geen contact meer op. Waarom weet ik niet, maar... Denk een leuke date gehad te hebben, dan betaal je. Eigenlijk gewoon... En dan wijs je op een gegeven moment af. Ai, ik stel dat het kut is. Maar hey, Edward, dit overkomt iedereen. Ik heb de knapste vriendinnen en dates komen daar niet eens voor opdagen. Daarom deed ik niet. En stop met betalen. Zeg gewoon, laten we splitten. En als er dan een tweede date komt, kan je altijd nog trakteren. Tina reageerde trouwens zo erop. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel zielig voor hem. Want ik denk echt dat als je deze jongen een kans geeft, dat hij echt wel een goede jongen is. Zij voelt nu sowieso de druk om straks te gaan betalen. Ze weet in ieder geval dat hij niet kan betalen. Hoe heet je eigenlijk? Ik ben Edward. Oh ja.
Sorry. Nou, maakt niet uit. En jij Tina? Ja, Tina. Ja. En heb jij nog broertjes of zusjes? Ik heb er heel veel. Ik heb er in totaal een stuk of 15. Ja. Wat? Ze heeft 5. Ik snap dat zij de naam was vergeten van hem. Heel haar hoofd zit vol namen. Van alleen al haar gezin. Die ouders hebben gewoon een heel elftal. Plus nog reserves op de bank. En de bondscoach. We wonen in een pleeggezin. Dus vandaar zoveel broers en zussen. Maar ik zie ze allemaal als eigen. Dat is wel gezellig. Ja, heel gezellig. Een pleeggezin is een bestaand gezin wat dan nog kinderen erbij neemt. En die mensen dachten, nou, we hebben pas 15 kinderen. Er kan er echt nog wel eentje bij. Dan heb je wel echt een hart van goud. Dan heb je waarschijnlijk alles van goud. Weet je hoe duur dat is? Ik denk wel dat we geflirt hebben. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Alsjeblieft. Ja, ik vind het prima om te betalen. Dat, nou, ik wil ook wel splitten. Ik zeg niet dat het een mannelijk ding is, maar ja, wat jij wil. Doe ik de tweede ding? Vind ik een hele goeie. Lijkt me gezellig. Yes! Dat is top! Dat is echt perfect. Dat is echt perfect. Niet alleen zijn ze eigenlijk aan het splitten, maar dan tussen twee dates. Ook is het gelijk duidelijk. Gelijk duidelijk, ze gaan elkaar nog een keer zien. En niet zoals bij Edward dat niemand meer van zich laat horen. Ik vind het top. Wat een cutie zijn het top. What the fuck zijn deze sokken? Hij zag er zo goed uit. Wat zijn deze sokken? Nou, maakt ook niet uit. Laten we gaan kijken bij de Tina Awards. Wie gaat er betalen? Lijkt me vrij duidelijk. Hij heeft net het verhaal verteld dat hij alleen maar betaalt en dat niemand meer op date wil dan. Dus ik denk dat ze gaan splitten. Zullen we hem splitten? Nee, ik betaal. Weet je het zeker? Weet je het zeker. Oké. Okay. Wat doe je nou? Hij zat net nog te klagen van dat hij steeds betaalt, dat niemand meer van zich laat horen. Ja, als steeds die dates zo gaan, dan moet je ook niet betalen. Als de date gaar is, dan moet je hem splitten. Dan is het zo van, nou, we hebben het allebei niet echt naar ons zin gehad. Dus laten we onze eigen vreet betalen en elkaar nooit meer zien. Dames en heren. Ik vind je oprecht een hele lieve jongen. En, maar ik denk niet dat er meer in zit voor mij, puur vanwege de raakvlakken en... het af en toe stilvallen van... Zie je? Dat was nogal duidelijk. Het was namelijk echt een super gaaf date. Maar was het ook duidelijk bij hem? Ja, ik vind dat best jammer, want ik had het zelf wel. Wat? Tering, hij is slecht in signalen opvangen. Holy fuckballs. Zullen we splitten? Nee, ik ga hem gewoon nemen. Nee, zeker? Nou, echt een man neemt het ook. Oké, okay. Nou goed, hij betaalt, dus lief. En zij bood aan, perfect. Gaan ze nog een keer met z'n tweeën op date? Kunnen jullie elkaar nog een keertje zien? Hij begint. Ja, ik zou best wel beginnen. Ik vond het zeker een gezellige date. Maar ik ben bang dat er, ja, als je op lange termijn gaat kijken, dat voor mij dan net, ja, dat net een beetje mist om het af te maken, zeg maar. Jammer, ik vond het cute samen. Maar goed, alsnog, Manon gaat op tweede date. Dus inderdaad, 3 keer scheepsrecht. Fucking Sergio heeft dit allemaal gejinxed, jongen. Laten we even kijken of Manon ook echt daadwerkelijk op tweede date is gegaan. Wat een top einde. Kijk dan, er zit een hele foto bij. Superleuk. Ik zeg Manon, succes met de relatie. Jullie hebben waarschijnlijk nu al verkering. Misschien getrouwd en kinderen. Hartstikke leuk. Edward, stop met betalen. Als je fucking... Je kon zien dat ze...